Nu de gemeenteraadsverkiezingen weer in aantocht zijn, heeft het CDA besloten weer een oud stokpaardje van stal te halen. De koffieshops. Dat mogen er van fractievoorzitter Bert van den Burgt wel wat minder worden. Waar Dordt ooit 12 koffieshops stelde, zou de stad het er nu wel aan moeten kunnen met 3 stuks. We hebben het verkiezingsprogramma staan dat we het niet bij scholen willen. Dat is geregeld. Maar we willen het ook niet in woonwijken. Daar hebben we eerder samen met een andere fractie een voorzet gedaan van doe het buiten de binnenstad. Dat heeft het niet gehaald. En dan zeggen we nu nadrukkelijk, haal het uit een aantal woongebieden weg door het te reduceren naar 3. Volgens het CDA heeft de reductie van het aantal coffeeshops ook te maken met het verminderde gebruik. Een van de elementen die we in de rapporten gelezen hebben is, anti-rookcampagnes hebben een effect. Minder rokers betekent ook minder wietgebruikers in de rook. 90% gebruikt toch nogal een checkie sigaretje daarmee. Maar we zien duidelijk een afname van het drugsgebruik. Niet in alle leeftijdsgroepen, zegt het rapport, we zien wel een afname. Daar willen we nadrukkelijk. Anti-rookcampagnes, antidrukcampagnes betekent ook dat je met minder koffieshops doet. Het CDA hoopt met de plannen de steun te krijgen van de VVD, VSP en de ChristenUnie-SGP.